In Zoersel is er commotie ontstaan omtrent Onze TV. Dat is een gemeentelijk televisiestation waarvoor iedere inwoner in Zoersel filmpjes kan maken en dat in de hele Antwerpse regio kan bekeken worden via het digitale kanaal. De Zoerselse Open VLD is boos. Ze zeggen dat een filmpje over een bomenkap in een tuinwijk niet mocht vertoond worden op Onze TV. Pure censuur, zo argumenteert de Open VLD. Niet waar, repliceert burgemeester Katrien Schrijvers. Het is volgens haar gewoon een gevolg van een noodzakelijke, strenge selectie van de aangeboden filmpjes. Een inwoner van Zoersel neemt de oproep van Onze TV Zoersel ter harte en filmt zoals ze vragen een gebeurtenis in zijn gemeente. Stuurt het op naar de redactie van het tv-programma, maar krijgt te horen dat zijn filmpje geweigerd is. Dat filmpje is niet getruckeerd. Het is gemaakt door de mensen van Zoersel. Het is voor de mensen van Zoersel dat TV Zoersel er gekomen is. En dan vinden wij absoluut dat deze zaak ook mogen gezien worden naast de andere dingen. De uitzendingen van TV Zoersel worden betaald met gelden van de gemeente. Dus kan het niet dat een filmpje zomaar geweigerd wordt, omdat het slecht nieuws is. Zo wordt er bijvoorbeeld getoond dat de bomenkap gebeurde zonder oog te hebben voor de veiligheid van de passanten. Er is dringend nood aan regels en criteria om reportages al dan niet te weigeren, zo zegt de Open VLD. De onduidelijkheid is eigenlijk toch een doorn in het oog van Open VLD Zoersel wat dat betreft. Wie bepaalt eigenlijk uiteindelijk wat er opkomt en op grond van wat? Dat hebben we duidelijk op de gemeenteraad gevraagd en we hebben daar een onduidelijk antwoord op gekregen. Maar er zijn wel regels, zo zegt de burgemeester. Media City, die de producent is, die heeft een aantal gebruikersvoorwaarden vastgelegd. Mensen die een filmpje willen opladen, die moeten een aantal zaken aankruisen. Zoals geen lasterlijke filmpjes, niks auteursrechtelijk beschermd, geen reclame, niks chockerend. En daarnaast hebben wij hen gevraagd om een basisdeontologische code te maken. Maar dan gaat het eigenlijk veel meer over het gemeentelijke nieuws. Wat geven we in het gemeentelijke nieuws? Wat belichten we daarin? En Zoersels burgemeester Katrien Schrijvers wil in ieder geval niet dat TV Zoersel een soort van YouTube wordt, waarop iedereen zomaar iets kan posten. Degene die het gemaakt heeft, die heeft het via zijn website, ik denk zelfs via YouTube, ook helemaal rondgestuurd met een duidelijke connotatie. En we hadden daar nogal hevige reacties op gekregen vanuit onze dienst openbare werken bijvoorbeeld en vanuit de aannemer die de werken uitvoerde, waarin zij zegde: dit filmpje strookt eigenlijk niet met de waarheid en we willen daar eigenlijk ook onze reactie op geven. Het filmpje is ondertussen al talloze malen bekeken op, jawel, YouTube.